Belgium, 12 points, please. 12 points, please. Ik heb eigenlijk ook gisteravond pas alles kunnen inpakken, omdat ik eigenlijk nog 2 dagen repetitie had met de backings en de dansers. Dus ik had helemaal niet de tijd om dat te doen, maar ik had gisteren nog wel een paar uur om rustig mijn bagage te gaan. Is het nu zwaarder dan bij de Europese tour? De bagage is zwaarder omdat ik ook veel meer schoenen bij heb dan gezien. Wat is het belang van de schoenen in Athene? Ja, heel veel schoenen, heel veel outfits. Ik heb heel veel kleren bij, maar ja, beter te veel dan te weinig. Nu kunnen we terugkijken op die Europese Tour. Gaat dat heel veel verschil uitmaken op 18 mei? Het is te hopen dat het een beetje zijn vruchten zal afwerpen. Hè. Ik heb alleszins het beste van mezelf gegeven. Iedereen trouwens, het management, platenfirma, VRT zelf. We kunnen niet meer doen dan we nu gedaan hebben, dus laat ons hopen dat we heel veel punten gaan krijgen. Hè. En die promotietour, dat lijkt me een klein beetje het Songfestival. Je moet heel veel optreden, heel veel interviews doen. Kun je dan nu zeggen van hoe moeilijk het is om altijd vriendelijk te blijven, altijd te blijven lachen? Het vriendelijk blijven is niet echt moeilijk, want dat was altijd spontaan en gemeend ook wel. Maar als je 15 interviews moet doen en ze stellen dan 15 keer dezelfde vragen, ja, dat wordt dan soms wel eens ambetant, maar ik heb mij er goed doorgeslagen en ik denk dat de mensen heel tevreden waren. Ja. Wat zijn dan zo die meest voorkomende vragen die je misschien altijd even graag beantwoordt? Waarom ben je in dit land? Waarom doe je mee als internationaal gekende artiest aan het Eurosong Festival? Wat vind je van de artiest dan van bijvoorbeeld Malta die meedoet en zo van die vragen? Annavisi, de Griekse kandidaat, die zei dat je hele mooie ogen had. Allee, vooruit. Heb je nog andere complimenten gekregen van artiesten, van journalisten? Ik heb heel veel complimenten gekregen dat ik mooie ogen heb. Dus ik zal die dan ook zo moeten gaan maquilleren dat het eens zo fel opvalt dat de Grieken ervoor vallen en heel Europa ervoor valt zeker. En tijdens die Europese Tour, van welk land heb je nu de indruk van, of welke landen, die landen die gaan echt voor mij stemmen op basis van die Europese Tour? Dat kan je moeilijk zeggen, want ik ben in elk land even goed onthaald. Heel veel sympathie gekregen van de mensen. Dus ik kan echt moeilijk zeggen van oké, dat land ga ik veel punten van krijgen. Als ik moet verder gaan op het enthousiasme van de mensen ginder, zou ik zeggen, ja, we gaan van al die landen veel punten krijgen. Maar uiteraard, die landen willen natuurlijk dat hun eigen land wint. Dus ze kunnen ook niet anders van te zeggen van oké, doe of weet je, ze zijn altijd wel positief. Maar ik denk dat het wel de gemeente was. We zullen wachten tot 18 mei, hopelijk 20 mei, en zien wat het gaat geven. Nog een laatste vraagje, hou je dat in de gaten, de bookmakers, de fanspolls? Ik heb dat in het begin in de gaten gehouden, de polls en zo, maar ik ben daar nu niet echt meer mee bezig, omdat ik daar een beetje zenuwachtig en gestresseerd van word. Omdat je nooit niet kan weten wat het gaat zijn. 18 en 20 mei, of ik nu top 3 sta of niet, ik ga gewoon mijn ding doen. De act is super, ik geloof in mezelf en in het nummer en meer kan ik niet doen. Hè. Wordt eigenlijk nog één vraagje, liggen ze in het buitenland wakker van die kniezwengel die hier zo bekend is? Ik heb in heel veel interviews de vraag gekregen wat het nu juist precies was met het knieding, want ze wisten dan niet de precieze benaming. Dus daar is wel vraag naar, of we hem er nu gaan inhouden of niet, dat is afwachten. Oké, bedankt. Alsjeblieft.